Yo guys, Job hier, aka de Chewer. Super nice dat jullie maar weer kijken naar deze nieuwe aflevering van Minecraft Herobrine Survival. Vandaag, jongens en meisjes, is het wel een beetje een speciale aflevering. Ik heb namelijk een aantal dingen in petto die jullie misschien wel grappig gaan vinden. Of gewoon super raar. Het kan op zich gewoon allebei. Het is namelijk zo dat ik weer een aantal nieuwe mods heb toegevoegd voor deze video. En die ga ik dus ook vandaag aan jullie laten zien. Dus jongens en meisjes, doe alvast allemaal even een blauw duimpje omhoog op deze video. Dat zou super nice zijn. En laten we gaan beginnen met deze nieuwe aflevering van Minecraft Herobrine Survival. Nou, zoals jullie kunnen zien, jongens, ik zweef lekker door de lucht heen als een vleermuis zijnde. En vandaag gaan wij als vleermuis zijnde ook wat speciaals doen. Ik heb hier namelijk een kist, zoals jullie kunnen zien. En in deze kist zit wat heel speciaals. Het is alleen nog één grote vraag voor jullie wat erin zit. Maar dat ga ik jullie laten zien. Er zit namelijk wat speciaals in. Wat zit erin? Dit zit erin. Er zitten hier drie verschillende soorten joints in. Voor de mensen die niet weten wat een joint is, het is eigenlijk gewoon wiet. Het is drugs, softdrugs dan, maar alsnog, het is wel drugs. Ik heb hier een herb cookie en een infused steak. Dit is een koekje met wiet erin en dit is een stukje steak met wiet erin. Daarnaast heb ik hier 20 jungle spider eieren, want ik wil namelijk in elke aflevering van Herobrine Survival natuurlijk wel wat sterker worden, of wat beter worden, of ik wil wat nieuws bouwen. Nou, omdat ik deze aflevering dus niet zozeer wil gaan bouwen, maar meer dingen wil gaan doen, zoals het gebruiken van drugs, leek het mij ook een goed idee om te gaan vechten tegen deze jungle spinnen, om te kijken of ik dan misschien wat sterker kan worden in dit spel dan ik al ben, zodat ik uiteindelijk natuurlijk ook beter Herobrine kan gaan verslaan. En ik wil een kleine mini-challenge doen, namelijk het openmaken van 5 unlucky lucky blocks, die er dus voor zorgen dat je eigenlijk 80% hebt op ongeluk met hetgene wat eruit komt, en ik wil daarna, om het mee af te sluiten, ook nog 5 normale lucky blocks openmaken. Om dan een beetje de pijn te verzachten die ik waarschijnlijk heb gekregen door de unlucky blocks. Dus jongens en meisjes, doe een dikke vette like. Nogmaals, ik hoop gewoon dat jullie dat zouden willen doen. En laten we gaan beginnen. We gaan beginnen met de wietsteak. Om te kijken wat er gebeurt wanneer we die eten. Laten we onszelf in eerste instantie even gaan veranderen naar de enige echte piepeljopje. Zodat we in ieder geval onszelf zijn wanneer wij de wietsteak gaan uitproberen. En ik ben ook echt super benieuwd wat er gaat gebeuren. Jongens, we gaan het gewoon proberen. Ik ben benieuwd. Wat gebeurt er? Oh my god, alles begint te draaien. Dit is nou exact de reden waarom je geen drugs moet gebruiken. Holy freaking shit. Dit is eigenlijk gewoon een effect dat je geloof ik ook van iets anders kunt krijgen. Namelijk, ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar misselijkheid. Wel misselijkheid niveau 2. Dus, dit is echt zo fucked up. Ik zeg je heel eerlijk, ik ben dit nu aan het spelen. Het is momenteel fucking 2:50 s'nachts. En als ik zo naar dit scherm kijk, word ik gewoon in het echte leven, oftewel hier, hoe ik hier nu op mijn bureaustoel zit, word ik zelfs een beetje duizelig van gewoon het beeld wat zo hard aan het spacen is. Wow, dit is insane. Oké, ik heb trouwens nog steeds honger, dus we kunnen gelijk doorgaan naar het tweede. Namelijk de herb cookie. Ik ben benieuwd wat er gebeurt wanneer we die eten. We zijn toch nog een beetje in een soort van raar drugs effect, dus we kunnen hem net zo goed gewoon nu nemen. Let's go. We choppen hem en we hebben weer misselijkheid gekregen. Dus we moeten nu een minuut lang op deze manier Minecraft spelen. En oh my god, mijn hoofd wordt gewoon zo fucking warm als ik naar het beeldscherm kijk en het gaat alle kanten op. Nevertheless, nu we dat gedaan hebben, ben ik eigenlijk wel benieuwd wat er gebeurt wanneer wij deze dingen gebruiken. Deze joints als het ware. Wat we daarentegen even moeten doen, is we moeten kunnen even het effect kwijtraken, want dit is echt totaal niet chill. Oh my god, ik word echt letterlijk in het echte leven op dit moment misselijk. Want ik heb best wel een groot beeldscherm, zeg maar. Dus het ziet er echt heel raar uit. En ook heel groot vooral. Ik bedoel, ik kan me totaal niet concentreren. Oké, weet je wat we even gaan doen? Dus we maken een... Of we hebben al een bucket. Oké, we hebben een bucket. En dan verander ik mezelf even in een vleermuis. Nee, ik verander mezelf in een kat. Want ik geloof dat als je een kat bent en je valt naar beneden, dat je geen falling damage krijgt. En dan gaan we even kijken of hier beneden een koe is, dat we melk kunnen drinken. Dan zijn we namelijk het effect kwijt. En dat zou heel erg fijn zijn op dit moment. Oké, is hier ergens een koe? Ja, daar zijn koeien. Oké. Oh my god, jongens. Wacht, is het wel zo dat je van die koeien normale melk kunt krijgen? Want als dat namelijk niet zo is, dan heb ik alsnog een probleem. Oh, het is weg. Het is weg. Het is weg. Oké, dat was heel erg fijn. Heb ik nou die joint meegenomen? Nee, ik heb die joint niet meegenomen. Maar er is daar wel een koe. Dus ik ga in ieder geval even deze koe melken. Zo, nu ik dat heb gedaan, kan ik weer terug naar boven. Stel voor, ik ga weer een of ander raar effect krijgen door zeg maar die joint die ik nu ga gebruiken. Dan ben ik in ieder geval goed voorbereid, want dan heb ik namelijk een bakje melk om te kunnen drinken en het effect weer kwijt te kunnen raken. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik zie hier de kist. We gaan eens even kijken. We beginnen met de purple kush. Let's go. Oh my god. Slowness 3, misselijkheid en honger. Dat is echt een hele hoop narigheid in één. Oké, we nemen de melk en het is allemaal weer weg. Wat hebben we nog meer? We hebben hier de Purp Blunt en de Presidential Blunt. Een blunt is zeg maar vanaf het Engels naar het Nederlands vertaald gewoon eigenlijk een joint. Zo zou je het eigenlijk het beste kunnen omschrijven. Oké, even kijken. Waar was nou... Oké, daar is een koeien. Nice. Oké, we gaan deze proberen, jongens. De Presidential. Oké, let's go. Wat krijgen we? Misselijkheid en honger. Nou, dat is niet echt een fijne combinatie. Ook wel een beetje een rare combinatie. Misselijk en honger. What the fuck? Oké, dan doen we de allerlaatste. Dat is de Purp Blunt. Ik ben benieuwd wat daardoor gebeurt. Misselijkheid 3. Oké, jullie hebben net gezien hoe misselijkheid 2 eruit zag. Toen was mijn scherm echt al helemaal aan het spacen. Maar dit is misselijkheid 3. Oh my god. Dit is toch echt niet chill.
op deze manier kun je toch totaal geen normaal Minecraft spelen. Oké, waar is de koe? Waar is de koe? Waar? Koe? Oké, dankjewel. Snel. Drink. En ik ben het kwijt. Oké. Nou, dat was leuk om, om mee te maken, jongens. Lekker stoned worden in Minecraft. What the fuck? Waarom niet, jongens? Waarom niet? Oké. Wat wij op dit moment even gaan doen, is... wij gaan eens even kijken. Oh, ik had hier ook gewoon melk. Wat ben ik een debiel. Is niet erg verder. Oh, wat is dit? Mining Flat TNT. Die heb ik nog helemaal niet gebruikt. En ik heb hier die hele epische armor. Die ziet er echt heel nice uit. Ik ga die aantrekken. Dan zie ik er veel epischer uit dan dat ik nu uitzie. Want ik wil natuurlijk gaan vechten tegen die spinnen. En dat wil ik eigenlijk hier zo gaan doen. Laten we dat eerst doen. We gaan kijken hoe die eruit zien. Oké, dit zijn de jungle spinnen, jongens. Dat zijn speciale mobs die niet in normaal Minecraft bestaan. Dus ik ben benieuwd hoe ze eruit zien hier. Even kijken. Wow! What? Dit is echt een mini spin gewoon. Maar hij is wel... Oh my god. Hij geeft me speed 2? What? Oké, we gaan ze allemaal spawnen, jongens. Let's go. Kijk, we spawnen ze allemaal. En we gaan nu vechten tegen ze. Oh, waarom wou ik naar Game Mode 0 gaan? Wat doe ik? In ieder geval, we gaan nu vechten tegen ze. Ik was even in Game Mode 1 gaan, omdat ik natuurlijk die eieren moest fixen. Oké, ik hoop dat jullie ready zijn. We gaan onszelf veranderen in Pipo Jopje. Dan heb ik gelijk de meest epische armor ooit. Ik heb namelijk dus zeg maar die skelet armor. Die monster skelet armor, let maar op. Wow, oké, daar gaan we, jongens. We gaan vechten. Let's go. Oh my god. Ik kan nu zo'n beest worden. No way. Ik kan nu een jungle spin worden. Weet je hoe cool dat is? Deze, oh my god, oh nee, ik krijg gewoon letterlijk eigenlijk alleen maar goede dingen. Ik bedoel, ik krijg een jump boost. Alleen blindness is een beetje vervelend, dat ik dat ook krijg. Oké, jullie gaan allemaal dood. Kijk, ik kan mezelf nu laten veranderen in zo'n spin. Kijk, dat is toch fantastisch, holy shit. Let op, nice. Kijk, nu ben ik dus zelf zo'n spin. En dat is echt super nice, en ik ben echt een mini spin op dit moment gewoon. Kijk dan, kijk hoe fucking klein ik ben. Maar ik ben wel heel snel. Ik heb speed 2 en ik heb jump boost. Dus op zich is het niet heel verkeerd om deze spin te zijn. Alleen het lijkt me wel naar als deze spinnen echt in Minecraft zouden bestaan. Want omdat ze namelijk zo klein zijn, kun je ze veel moeilijker zeg maar vinden. En dan zie je ze ook veel makkelijker over het hoofd. Dus het is eigenlijk best wel gevaarlijk. Oké, cool. Nou, ik denk dat we ready zijn voor het volgende. We hebben nu namelijk wiet geprobeerd in Minecraft. We hebben de raarste spinnen ooit gezien. Dus wat we nu even gaan doen, is ik ga het eerst even dag maken. Time set day, zo. En wat we dan nu even gaan doen, jongens, is wij gaan nu de Lucky Block Challenge doen. Niet zomaar een Lucky Block Challenge. Ik bedoel, ik heb al meer Lucky Block Challenges gedaan. Wat? Ik heb nog steeds Jump Boost 2 en Speed 2. Oh, dat is natuurlijk door die armor. Dat was het, ja. Ik was het helemaal vergeten. En ik heb trouwens heel veel leuke namen gezien voor deze kat. Dus de volgende aflevering gaan we hem een naam geven, jongens. Dan ga ik nog even heel goed kijken. Even goed overwegen welke naam ik nou het leukst vind. Want ik heb namelijk zoveel namen gezien. Dat is echt lastig. Dus ik ga even kijken voor jullie. Maar dat komt helemaal goed. Oké, we gaan beginnen met de Unlucky Blocks. Dus ik zou zeggen, jongens, we gaan naar beneden toe. Kijken of we in het water terecht kunnen komen. Oké, even kijken. Kunnen we in het water terechtkomen vanaf hier? Oh nee, oké, ik ben de lul. Oké, ik ben dood. Is niet erg, nu kom ik hier gewoon weer terecht. Hoe gaan we naar beneden, jongens? We moeten echt eens even kijken of we een keer een manier kunnen vinden hoe we... Oh, kijk hier gewoon, nice, oké. We gaan beginnen met de Unlucky Lucky Block Challenge, jongens. We beginnen met Lucky Block numero uno, of Unlucky Block. Dit is 100% dat hier iets naars uitkomt. Of tenminste 80%. En de 20% heeft gewonnen, want het is namelijk een romantische roos. De volgende Unlucky Block, let's go. Oké, kijk, dat bedoel ik dus. Dat is niet zo heel erg nice. Nu moet ik zeggen dat het niet heel erg is, want ik heb mezelf namelijk waarschijnlijk op het laatste moment kunnen redden. Inderdaad. Nu had ik eigenlijk zo'n jungle spin moeten zijn. Dat klopte het op zich wel, met die spinnenwebben zo. Oké, we gaan door naar de volgende, jongens. De volgende unlucky block. Let's go. 3, 2, 1. What the fuck? Ik krijg eigenlijk tot nu toe helemaal niet zulke hele slechte dingen. Het valt op zich nog best wel mee. Oké, volgende. Let's go. 3, 2, 1. Een pufferfish. Hij heet... Oh, nice. Oké. Volgende, jongens. Daar gaan we. Volgende. Weer een hele hoop vissen. Waarom zijn vissen? Vissen zijn toch niet slecht? Ik bedoel, vissen zijn goed. De meeste vissen zijn in het echte leven nog lekker ook. Dus dat is op zich een goede combinatie. Oké, weet je wat we gaan doen, jongens? Dus we gaan nu door naar de gelukkige Lucky Box. Dus laten we dat ook even gaan doen. En ik was trouwens achter de schermen een beetje aan het nadenken wat voor soort dingen ik nog zou willen gaan bouwen in deze serie. Want het is natuurlijk de bedoeling dat ik ook dingen blijf bouwen. Oh, kijk, het ijs, jongens. Ziet er fantastisch cool uit. Wat mij leuk leek om te doen, is om binnenkort ook een zwembad te gaan bouwen. Ik weet niet of jullie dat ook een leuk idee lijkt. Maar mij lijkt het wel een leuk idee om een zwembad te gaan bouwen. Lijkt me wel toepasselijk voor in Minecraft. Oké, we doen weer even wat dingen weg. En dan gaan we nu de Lucky Box openmaken. Het is eigenlijk een beetje dom als ik dat hier doe. Want stel voor, er komt toch wat slechts uit. Ik bedoel, uit de Unlucky Box hebben we goede dingen net gekregen. Dus misschien komen er uit de Lucky Blocks nu slechte dingen. Nou, dan kunnen we het beter niet op dat gedeelte doen. Want straks, ja, ontploft er iets of zo. Oké, we beginnen met de allereerste Lucky Block. En ik zeg twee keer Lucky, omdat het dus, zeg maar, een extra gelukkige Lucky Block is. Let's go. Oh my god, Octo, what the fuck? Sinds wanneer sta jij op een stapel met biggen? What the fuck? Oké, cool. Volgende, next one. Oké, daar gaan we. De tweede, let's go. 3, 2, 1. Wat zit erin?
Oh, hey, een Lucky Block Temp. Oké, gaan ze allemaal tegelijk openmaken. Dit is één. Oké, dit is gevaarlijk, hè. Hier gaat er altijd iets mis. Hier, ik wou net zeggen. Hier gaat er altijd iets mis gewoon. Oké, we gaan er gewoon eentje in ons huis doen. Dit is heel gevaarlijk, maar we proberen het gewoon. Hey, jongens, kijk eens aan. Weet je wat we hiermee gaan doen? Is we gaan deze nu hier inzetten. En dan gaan we dat goud eromheen zetten. En dan krijg je automatisch een nog gelukkigere Lucky Block. Kijk, gaan we gewoon met allemaal gaan we dat doen. Zo, nice. Dan zijn ze allemaal nog beter, weet je wel. Kijk, als hier nu iets slechts uitkomt, dan snap ik het ook niet meer. Let's go. Hey, kijk jongens, experience, dat is mooi. En de volgende, 86% geluk. Daar moet vast wel iets goeds uitkomen. Wat is dat? Oh, dat is een erge potion. Wat gebeurt er als ik die op de koe gooi? Oh shit jongens, ik denk dat deze koe het niet lang gaat overleven. Ik verlos hem uit zijn lijden. Zo, we hebben hem gered. Of nou, eigenlijk hebben we hem gewoon kapot hard dood gemaakt. Maar ja, nevertheless, ik vond het weer een geslaagde aflevering van Hero Bind Survival. We hebben leuke dingen weten te doen. Tenminste, ik vond ze leuk. En ik hoop ook dat jullie ze leuk vonden om naar te kijken. Het was je boy, de tuber. Deze heb ik de afgelopen tijd hard nodig. Oh my god, jongens. In ieder geval, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ben je nog niet geabonneerd op mijn YouTube-kanaal? Begin dat dan snel te doen. Want dan blijf je namelijk op de hoogte van wanneer er weer een nieuwe video online staat. En het is gratis. En zo ben je automatisch lid van Team de Tuber. Shout-out naar elke kijker die mij steunt. Door dik en dun. Nee, gewoon leuk dat jullie er allemaal zijn. En bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Adios.